Assalamu alaikum, beste broeders en zusters, welkom vandaag weer bij een nieuwe lezing van Kalam Talak. Wij gaan het vandaag hebben over het onderwerp broederschap. Broederschap betekent niet alleen maar de band tussen twee jongens of tussen twee mannen of tussen twee vaders enzovoort. Nee, broederschap is de band tussen de gelovigen. Of het nou een man is of een vrouw, of het nou een meisje is of het nou een jongen is. Allah Azza wa Jal zegt in de Koran. Innamal mu'minuna ikhwatun. Subhanallah. Allah zegt: voor zeker, voorwaar. Alle gelovigen zijn broeders van elkaar. Alsof het je broer is van jezelf, de moeder, sterker nog in de islam is de broederschap van het geloof sterker dan de broederschap van bloedverwant. Subhanallah. En wij leren van de profeet sallallahu alayhi wasallam dat wij als broeders zijnde Vijf rechten hebben op de andere broeder van ons. En natuurlijk wederzijds. Zo zegt Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dat jij het recht moet geven van jouw broeder als het neerkomt op wat? Als het neerkomt op zijn uitnodiging. Tot bijvoorbeeld zijn bruiloft of een uitnodiging voor een etentje of voor een andere, of voor een andere uitnodiging. Natuurlijk. Indien deze uitnodiging geen haram bevat en de uitnodiging is zoals Allah dat heeft toegestaan. Ten tweede zegt Rasulullah dat als iemand jou de salam geeft, dat het zijn hak is, dat het zijn recht is dat jij de salam terugneemt, dat je alaikum het salam zegt en niet dat jij, ook al heb je ruzie met elkaar, dat je die salam niet geeft aan hem. Wat nog meer, Rasulullah zegt dat als een van jouw broeders overlijdt, dat het dan zijn recht is dat jij zijn Janazah-gebed gaat bijwonen. Dat op het moment hij niest en Alhamdulillah zegt dat jij Allah moet zeggen, dat jij een dua doet voor hem, hoe mooi is die islam? Dat hij, Allah azawajal, ons verplicht om dua te doen tegenover onze broeder. Want we weten dat Rasulullah zegt: Als je een du'a doet voor een ander, zal er een engel komen die zal zeggen Ameen en ook hetzelfde voor jou. Subhanallah. En tot slot, de vijfde is dat Rasulullah zegt: Als recht zijnde voor de broeders onder elkaar, dat als hij of zij ziek is, dat jij hem of haar gaat bezoeken. Subhanallah. Ik wil afsluiten met een aya in de Koran in Surah Al-Hujurat. Daarin zegt Allah: "Innamal mu'minuna ikhwatun fa'slihu fa bayna akhawaykum." Dus hetzelfde als de aya in het begin, voorwaar de broeders zijn, de gelovigen zijn broeders van elkaar, fa'slihu fa bayna akhawaykum. Zorg er dan voor dat de ruzies, de discussies al datgene wat zij niet graag hebben onderling. opgelost gaan worden door jou. فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ turhamun. Als je dit doet, dus een probleem gaat oplossen. tussen twee broeders of meerdere broeders of zusters. Als jij dit doet, dat Allah Azza wa Jalla لَعَلَكُمْ turhamun. Dat Allah jou genadig gaat zijn. Dat Hij zijn barmhartigheid gaat laten neerdalen op jou. En Hij vraagt jou om taqwa te hebben. Hij zegt: Wat taqoollah. Wees van degene die datgene doen wat Allah wil. En datgene laten wat Hij ons heeft verboden. Als we in het kort gaan samenvatten: broederschap is een sterke band. Sterker dan broederschap in verband met bloedverwant. Rasulullah zegt dat wij vijf verplichtingen hebben tegenover elkaar: dat wij de salam moeten, moeten nemen op het moment dat wij die krijgen. Dat wij onze broeders moeten gaan bezoeken op het moment dat zij ons uitnodigen. Als ze komen te overlijden, dat wij naar hun Janazeh dienen te gaan en het gebed dienen te verrichten. Dat wij. Allah moeten zeggen. Mogen de barmhartigheid, de uh, rahma van Allah Azza op jou zijn... ...moeten zeggen op het moment dat hij niest en Alhamdulillah zegt. En tot slot dat als hij ziek wordt... ...dat wij dan hem of haar dienen te bezoeken. En we sluiten af met de aya van al Hujurat, waarin Allah ons vraagt om de ruzieën en problemen en dergelijke op te lossen van onze broeders. Ongeacht hun politieke voorkeur, ongeacht hun uh, voorkeur voor iets anders, hetzij het voor datgene wat te maken heeft met het hiernamaals. Dat hij een andere stroming volgt, een andere mening heeft over bepaalde zaken, dat, dien, dat doet er niet toe. In namen al-Mu'minun, ik watun, wij zijn broeders van elkaar. Verasli ho, benen echawweekum. Zorg ervoor dat alles weer goed komt. Dat we geen ruzie, geen discussies hebben onder elkaar. Wattakullah, vrees Allah. Laallakum turhamun. Opdat jullie genade wordt gegeven. Opdat jullie barmhartigd zullen worden.